Ik ben weer terug in de Minecraft prankoorlogwereld. Het is weer even geleden, dus vandaar dat ik er weer ben. En sorry dat het zo erg galmt hier, want ja, de huiskamer stond een beetje leeg. Maar goed, wat wij vandaag gaan doen. Ik wou net gaan uitleggen wat ik wil gaan doen, maar dan zie ik ineens dit. Mijn huis is roze. En er kan maar één iemand zijn wie dat gedaan heeft. Mijn broertje. Oh, ik weet niet of het slim is om hem nu al te gaan trollen. Want ja, dan gaat hij sowieso weer boos worden. Dus dat lijkt me dan weer niet zo handig. Ik moet even wat de chop. Dit meen je. Moet hij hier lol staan of zo? Ik denk dat hij dat bedoelt, tenminste. En ja, het beeld van de tv, dat is licht, dus ja, jullie zien het, ja, niet heel goed. Maar oké, boeien. Oh, ik heb hier nog wat broodjes, die neem ik gewoon even mee. Ja, heb ik nog wat hout? Want wij moeten namelijk een pickaxe gaan maken. En dan kom ik erachter, oh wel, ik heb wel hout. Geef mij die. Dan gaan we naar de crafting table en dan maak ik daar even stokken van. En dan heb ik niet genoeg gehaald voor een pickaxe. Nou, helemaal mooi dit. Gelukkig staat een boom naast mij, want ik heb allemaal bomen laten groeien. Dus weet je wat, die gaan we gewoon even hakken. En dan heb ik, ja, ik hak hem zo wel weer verder hoor, want als ik geen bijl heb, dan gaat het heel lang duren. Dan zet ik dat even om in planken. En dan maak ik even een houten pickaxe. Ja, een houten pickaxe. Heel goed. ik ga denk ik wat steen hakken. Niet gaan glitchen, alstublieft. Ik ga even wat steen hakken. Want ik wil een stenen pickaxe hebben. Want dit dat gaat me een beetje te traag. En daar heb ik niet heel veel zin in. Dus waar blijft het steenniveau? Ik wou net zeggen. En dan gaan we even wat steen hakken. En dan doen we zo. En dan doen we zo. En dan hebben we nu al genoeg voor een stenen pickaxe. We zouden daar uiteraard wel meer nodig hebben. Maar ik vind het voor nu wel eens best. Ja, dit is niet heel goed. De pilaren van dirt en de restige is roze. Oké, dat is niet helemaal goed. Dus dat moeten we sowieso op een gegeven moment gaan fixen. We moeten sowieso eigenlijk een ander huisje bouwen. Want dit ziet er niet uit. En heeft hij deze kist er nou neergezet of heeft hij hem dan leeg gehaald? Ik zal even terugkijken wat hij precies daarmee heeft gedaan. Want ik heb niet de hele aflevering van hem gekeken. Want ik zag dat mijn huis roze was en toen vond ik het alweer best. Toen had ik alweer genoeg gezien. De Nano heeft me geprankt. Dus ja, we gaan even een stenen pickaxe maken. En dan gaan wij nog even in de village. Want er waren een paar rookovens of hoogovens volgens mij. Volgens mij waren we in een rode huisje te vinden. Nou, weet je wat? Ik neem ook even een bed hiermee. En dan gaan we naar het roze huisje. Want geloof ik, in deze twee roze huisjes zo. Dan moet ik niet gaan zinken, want dan ga ik dood. En daar heb ik niet heel veel zin in. Oh, hier stond de stonecutter. Oké, die ga ik ook even meenemen, want die is ook wel handig. Als we wat extra steen willen verkrijgen. Meneer, doe dat dus even niet. Volgens mij is dit de boerderij. Ja, daar zat ook nog een heebeel, maar weet je wat, ik laat het wel even zo staan. Ik denk dat dan hier de oven staat. Yes, inderdaad. En kan je dit hakken? Oh, ik heb niet eens de stenen pickaxe gepakt. Nou, handig. Ja, dat gaat dan sowieso niet zo snel. Ik ga dit gewoon stenen bakken, want het ziet er ook wel even mooi uit. Zo, en zo, en zo, en zo. En dan gaan we weer verder. Zullen we ook een paar deurtjes meenemen? Ach, weet je wat? We doen het gewoon. Dat hakken doet echt heel erg lang. Want ja, we hebben geen bijl. Dus we moeten binnenkort even een bijl gaan maken. Maar de vorige keer wou ik zoveel tegelijk doen. Maar gelukkig heeft de Lano niet de hele village leeg gehaald. En ja, die composten laat ik wel staan. Want ik heb er toch zat dat ik kan voor slabs nog meer maken. Dus waarom zou ik? Als we nou eens even daarheen gaan. Of hier even. Er stond ergens nog zo'n oven. Nou, dit bedje neem ik ook even lekker mee. We gaan lekker bedjes sparen. En wat is hier nog te vinden? Waarom zit hier over die gaten? Ligt daar nou kool? Ja, daar ligt kool.
We spelen trouwens ook in 1.17, dus de dingen zijn ook allemaal vernieuwd. Dat was al eigenlijk al zo, volgens mij. Maar goed, wat is dit nou weer? Waarom is dit helemaal open? Dat is niet helemaal de bedoeling. Zo. Ik ga even naar binnen. Zo, oké. Dit is een best wel groot huis. Hier kan ik op zich ook wel in wonen, maar weet je wat, dat doen we lekker niet. Hey, die bedden laten we voor nu wel lekker staan eigenlijk. We hebben eigenlijk al genoeg. En dan was er dus nog zo'n huis met zo'n oven. Maar ik weet alleen niet welk huis. Dus daar moeten we even achter zien te komen. Is dat ketel? Laten we die ook gewoon lekker meenemen. Kan het niet? Nou ja, blijkbaar. Ja. Of heb ik hem wel? Oh, ik heb hem gewoon hier nu verdorie. Oké. Wat is dit voor huis? Dat hier nog iets? Oh ja, een brouwstandaard. Die nemen we ook even mee. Deur is dicht. En dan ga ik nog even in dit huisje kijken wat hier nog staat. Een bed waar een villetje in slaapt. Oké, daar gaan we niet te veel naar kijken. Ja, wat moet ik nog zeggen? Ik vind het eigenlijk wel zo mooi geweest. Waarom zit hier overal van die gaten? Wat is dit voor village? Oké, dit is wel een best een vet huisje. We nemen deze plaat gewoon even lekker mee. Kijk hier, dat hakken dat duurt veel lang. Nou, hier is niet echt veel te vinden. Dus wat we gaan... Oh, creeper, creeper. Oh, gelukkig had ik lek. Ik bleef hier vasthangen. Anders was ik misschien wel dood geweest. maar goed, we gaan even naar ons huisje. En er staat nog een creeper. Ja, we hadden echt eerder moeten gaan slapen. Maar ja, dat hebben we niet gedaan. Dus nu krijgen we dit. En dan moeten we een... Is die serieus ontploft? Oh, hier, er ligt koper. Ja, nou, dat boeit me voor nu even niet. Oh, waarom moet ik overal omhoog bouwen? Dan gewoon van die klooie gaten. Ik hoop oprecht dat we mogen slapen. Oh, dit is ook zo dom. Ik heb de deur opgelaten. Oké, gelukkig kan ik slapen. En is er nog niks aan de hand. Er zijn een paar leven van me af. Dus ik ga even eten. Oeh, lekker eten. Nou, ik moet eigenlijk ook een farm gaan maken. Want ik heb echt superveel. Maar ik wil eigenlijk wat hout gaan verzamelen. Dus... Heb ik nog dingen voor een bijl? Dan weet ik het niet echt op. Ja, ik denk dat we nog even wat steen gaan hakken. Nog even een paar stukjes hout gaan hakken. Zodat we even een bijl kunnen maken. En ik wil ook gewoon heel veel dingen verzamelen. Gewoon van alles heel veel. Zodat we een beetje dingen hebben om mee te vechten. Stel dat er oorlog uitbreekt of weet ik veel wat. Ja, binnenkort komen hier nog zaplings uit. Ik laat die boom lekker staan. Want als het goed is, als je het niet zelf hakt, komen er meer zaplings en appels uit. Ja, dit huisje moeten we nog fixen. Dus dat gaan we nog wel een keer doen. Ik weet niet of we dat in deze aflevering gaan doen. Ik denk niet dat we dat gaan redden. Maar goed, we maken even wat stokjes erbij. We hadden eigenlijk al genoeg stokjes, blijkbaar. Maar goed, boeien. Ja, ik moest nog steen hakken. Dat heb ik nog niet gedaan. Dus we gaan even terug de mine in. En dan ga ik even wat steen hakken. Dat doen we zo. En dat doen we zo. Het is echt donker hier. Je moet echt torches meenemen. En zo. En zo. Ja, ik denk dat we voor nu... Nou, voor nu hebben we wel even genoeg steen. Laten we naar boven gaan, want ik zie geen kloot. Ik hoop niet dat hier ergens weer zo'n creeper rondloopt. Voor de duidelijkheid deed ik creeper, maar ik zeg altijd creeper. Hey, meneer de spin. Ga jij eens even lekker dood. Ik heb geen zin dat je me vanavond gaat aanvallen. Ja, ga maar naar de Lanus dak, ook goed. Nou, hier, ga dood. Ga dood. Wat, hij heeft niet eens geraakt. Hij stond letterlijk op mijn hoofd. Oh, nee, ik had de wooden pickaxe gepakt. Anders had ik hem al dood gehad. Oké. Maar goed, dat hebben we gehad. En dan gaan we dus nu even, ja, we maken gewoon lekker twee bijlen. Boeit mij het ook, joh. Weet je wat ik doe? Ik maak ook meteen een stone pickaxe erbij. En een vaasje en een schoffel. Want daar kan ik binnenkort de farm mee maken. Ik wil eerst een schep maken, maar ik heb denk ik, ja, ik heb het toch even niet gedaan.
Eentjes denken. Wat wou ik nou gaan doen? Ik weet het gewoon echt niet meer. Ja, ik had dus een bel gemaakt. Nou, dus weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon weer classic hout hakken. Dus we lopen naar de boom toe. En waarom lekt het zo erg? Ik zit er weer eentje hierin. En dan lekt het alsnog zo erg. Ja, dat is een beetje een probleem. Maar goed, ik hoop niet dat er nou maar een van mijn bomen is omgehakt. Ik heb het wel het gevoel. Maar goed, we pakken hier gewoon even sapling van. En we kunnen binnenkort gewoon veel meer plaatsen. Maar waar verderop staat dus ook de Desert Temple. En daar heeft mijn broertje 4 diamonds geloof ik gevonden. En dat is geloof ik die Desert Temple daar. Ik wil eens... Hopelijk zit hier geen creatie onder dat het doodgaat. Maar ja, dat zou wel een beetje dom zijn. Want dan blaast hij zijn eigen huis op. Ik ga niks stelen nog hoor. Ik ga even kijken wat hier omheen zit. Zo. Oh, hier heb je TNT. Dus waarschijnlijk, ja, dit is 100% op TNT uit die, uit dat ding. Oké, ja. En hij heeft hier zijn kippenfarm, wat hij zei. Oké, ja, dat klopt. Hop. Was die kippen nou uitgekomen of heeft hij die alweer teruggedaan? Nou, het boeit me niet. Ik ga gewoon weer weg, want anders krijg ik gezeur met mijn broertje. En daar heb ik ook niet zoveel zin in. Hé, hey, hier loopt nog een kip en die gaan we lekker afslachten. Want ja, mij boeien die kippen eigenlijk niet zoveel. Die krijg ik alleen wat eten van en dat alles. Hé, hey, hier loopt nog een kip en die gaan we ook eens even doodmaken. Er staan ook heel veel cactussen, maar ja, nee, we eigenlijk ook niet heel veel. We kunnen er wel groene kleurstof van maken. En waarom damage ik mezelf weer? Ik moet even wat gaan eten, want anders ga ik zo meteen dood en daar heb ik niet helemaal zin in. Ik had trouwens ook nog maar 1 broodje, dus ik moet zo meteen echt wat eten gaan halen. En dan gaan we nu even deze boom omhakken. Het is echt een hele grote boom. Dat vind ik wel irritant. Ja, je hebt er wel meer hout van. Dus dat is dan wel weer het voordeel. Zo. En die hakken we erom. En die daar. En die daar. Oh, aan alle kanten zitten ook weer stukjes hout. Hier ook weer. En daar kan gewoon niet meer bij. Deze nog wel. En daarboven ligt nog hout. Deze hele boom zit vol met hout. Nou, ik kom later nog wel een keertje terug voor deze boom. Maar goed, we pakken even het appeltje op. En dit blokje hout. En dan gaan we even terug naar huis. Oh, mijn huis is daar. Maar ik zie daar hier een koeien. Nou, weet je wat? Binnenkort gaan we die wel bevieren. En dan kunnen we er meer krijgen. Kijk, hier is ook een koe. En, oh, hier zijn er zelf 2. Dus ja, we moeten echt binnenkort een vorm gaan maken. Lach je nou wat? Nou ja. Waarschijnlijk was dat gewoon bedorven vlees. Want volgens mij had ik dat nog niet. Ligt die nou eier? Oh, dit is echt top. Dit is echt top. Dit had ik serieus niet verwacht. Dan kunnen we zo meteen al een iron pickaxe maken. Alsjeblieft, laat het er eentje meer. Het zijn er maar 4. Nou ja, goed. Ik kan dus niet meer maken. Ik zie daar wat licht, maar ik weet niet wat dat is. Ik denk dat ik maar niet de cave zomaar zonder toortjes inga. En ik heb ook nog maar 1 broodje, dus dat lijkt me ook niet heel slim. Dus ja, we gaan ons gewoon weer terugkeren naar ons huisje. En hier zitten allemaal sticks, saplings. Ik hoop echt niet dat hier binnenkort van die pilletjes komen. Want ja, dan zou ook de hele village aan de kloten zijn. En ik heb ook helemaal geen zin om in een raid te gaan zitten. Dus ja, dat hoop ik maar gewoon niet. Dat gaan we gewoon niet hopen. Ja, ik denk dat we gewoon de cave in gaan, want ik heb daar wel eens zin in. Dus, wat nemen we mee? Ja, wortels speelt niet echt goed. Maar weet je wat, maakt mij het uit, we doen het gewoon. Ik zie ook dat ik er geen oven heb. Maar nu wel. Hier kan ik het iron mee smelten. Dat is helemaal top. Ik moet even kijken, heb ik hier ergens wat kool ligt toevallig. En oh ja, de lama heeft een bloemetje van me gejat. Nou, dat is ook helemaal top. Ik pak mijn armor er weer even bij. En dan ga ik het even aandoen. Het scheelt niet heel veel, maar ja. Het is toch wat. En ik heb ook 5 emeralds. Dus daarmee kan ik ook dingen met de filletjes gaan traden. Ik heb trouwens nog 12 toortjes in deze kist zitten. Dus die ga ik ook gewoon even meenemen. En ik ga eerst even kijken of ik met de filletjes wat kan traden. Maar ik zie niet heel veel filletjes. Terwijl het wel een hele grote filletje is. Ligt hier nog wat? Oké, hier ligt zeker wat in. Ik heb er nu al 9 emeralds. We zijn pas net begonnen. Nog meer saplings. Oké, dit is best wel een goede loot. We laten het bedje gewoon lekker staan. Ik weet niet hoe hier thuis is.
Boeit me eigenlijk ook vrij weinig. Even kijken. Oh, daar staan. Daar is niet zo de finisher. En ga eens even met mij traden. Ik kan 6 broodjes krijgen. Nee, ik kan potatoes. Oké, aardbollen dus. En daarvoor kan ik emeralds krijgen. Dus laat ik dit gewoon even traden. Want ik kan mijn level uppen. Zo, bin, bin, bin. Ah, ik moet eigenlijk nog 1 trade hebben. Maar ik heb nu geen emeralds meer. Dus ik heb niet genoeg aardappelen. Misschien heb ik er eigenlijk wel meer liggen. Wat heb jij te traden? Loyaliteit 1. Heb je daar wat aan? Ik weet niet. En papier. Oké, dan moeten we ook een sugarcane farm gaan maken. We moeten alweer, net zoals de vorige keer, heel veel weer doen. Weer heel veel weer gaan doen. Ik kom amper uit mijn woorden hier al. We gaan even de schoppen erbij pakken. En dan gaan we gewoon even beginnen met de farm. Want het lijkt me wel eventjes handig om te gaan doen. Bim, 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 bim. En dan doen we de potatoes hierin. En dan moeten we eigenlijk even nog wat water hebben. Maar volgens mij heb ik dat alleen niet. Dus even kijken. Ligt hier nog ergens nog wat om te planten? Oh ja, zo. Oké, ik heb wel heel veel bietenzaden. Oké, daar kunnen we natuurlijk ook stuw van maken. Ik heb hier ook al bieten in mijn inventory. Dus ik zal even kijken. Hoe maak je dat ook alweer? Staat dat hier ergens tussen? Kan ik het hier even gauw vinden in deze lijst? Oké, dat niet. Ja, dat is jammer. Oh wel, ik zie het wel. Ik zie het hier. Een kom maak ik dan. En dan maak ik gewoon nog meer kom in. Maakt mij het uit. En dan maak ik nog een kom. En kijk eens. We kunnen aardig. Oké, die andere kom was niet nodig blijkbaar. En mijn inventaris zit hier vol. Oh mijn god. Dan gooi ik dat maar even daar neer. De stone cutter zet ik daar even neer. En dat soep dat neemt echt zoveel ruimte in, jongens. Dat is niet normaal. Wortels. Ik ben niet zo big brain, maar kon je planten? Ja, kon je planten. Oké, maar ik wil het niet hier hebben. Dus ik ga het even verplaatsen. En gaat het letterlijk nu al donker worden? Oké, dat had ik oprecht niet. Nee, ga geplant worden of zo. Even kijken. Heb ik nog wat dirt? Ja, niet veel. Dat vind ik wel jammer. En zo, en zo, en zo. En dan hebben we weer even wat ruimte erbij. Oké, wortels is niet echt heel efficiënt om te gaan doen. Maar ja, we planten er toch een aantal even. We hebben eigenlijk al heel veel wortels. Dus waarom zou ik het eigenlijk doen? Maar goed, je zit op een cave. Volgens mij heeft mijn broertje die als nepcave gemaakt. En ik zie ook al dat we 18 minuten bezig zijn. Het duurt echt veel te lang hier. Ik ga even dit. Ja, ik ga toch even dit. De soep nemen, want dat gaat wat sneller. Wat kan ik nog meer? Heb ik nog seeds? Ja, ik heb ook nog gewone seeds. En hele zout. En nu zit mijn inventory vol. Dus moeten we even 1, 2, 3, 4. En door hier zo'n gat. En ik heb echt het armen nodig voor mijn bucket. Want ik heb water nodig. Ik wou eerst een pickaxe maken. Maar ja, nu ik zo zit te kijken, is dat toch even wat handiger. Ik heb een roos in de inventory. Die heb ik even nodig. Wat ik wel ga doen. Heb ik nou een bucket gemaakt? Hij is niet eens gesmolten. Ik was even vergeten, ik moest kool zoeken. Maar volgens mij hebben wij dat niet, dus ik kleur dat er gewoon in. En weet je wat, ik kleur er gewoon wat hout in, maakt mij het uit. Ik weet niet hoe snel dit brandt. Oké, dit brandt best wel snel. Maar dit moet genoeg zijn, denk ik. Het is echt even tijd om mijn inventory te legen. Wat ik ook even ga doen, ik heb hier een pressure plate. En wat ik daarmee ga doen, is ik plaats dit ding. Als het nu als goed is hier, dan gaat het automatisch open en dicht. Dus dat lijkt me ook wel handig om te hebben. Verder had ik ook nog hout.
Die heb ik zelf nog niet meegestoken. Oké, het iron is klaar. Het hout pak ik gewoon even mee. En dan ga ik even wat planks maken. En dan wil ik wat kistjes hebben. Ja, mijn inventory zit vol, dus dat is niet heel handig gedaan. Oké, lekker. Dan maken we gewoon even een kistje zo. En dan pakken we, niet de pickaxe, ik wil dit, ik wil het kistje blijven. En dan doen we zo, en zo, en zo. En dan kunnen we hier even, ja, gewoon wat troep in gooien. Want ja, ik heb niet echt heel veel ruimte. Dus, ja, dat lijkt me wel handig. En doe ik hier gewoon even, nee, de tools hou ik wel even bij me. Lijkt me wel handig. Ik doe de bedden. Die doe ik maar lekker hierin. En ik ga binnenkort wel een groter huis maken. En dan kan ik deze dingen wel gebruiken. Oké, brouwstandaard. Die kan ik hier ook neerleggen trouwens. Pak ik het goud, moet ik weer even op. En ik heb trouwens nog wat. In de ketel. Oh, ben je even de deur aan het openen. Dat is heel vervelend geluid als ik dat de hele dag hoor. Maar goed. Eens even denken, wat kan ik er nog meer in gooien? Nou, voor nu, ja, ik gooi dit er wel even in en ik gooi deze kom er wel even in. Ja, het is een beetje random, ik weet het. Maar ja, we moeten het er eventjes mee doen. Dan moet ik dan een bucket gaan maken als ik water wil gaan pakken. Dus, wat ik doe, ik vind het zonde, ik heb maar 4 iron, maar ja, ik ga het toch doen, een bucket maken. En, hier zit gewoon water natuurlijk. Dus, dat is helemaal mooi. Waarom zit daar een gat? Ik ga even kijken. Even kijken, zit hier nog wat bijzonders? Nee, alleen visjes. Maar ja, die visjes, ja, dat killen is een hoop gedoe. Lava pool. Oké, daar kan ik maar beter niet in vallen, want dan ben ik alles spullen kwijt. En daar heb ik niet heel veel zin in. Maar goed, we gaan naar boven. Want we moeten namelijk naar onze farm gaan. En dan wil ik... waar loop ik nou heen? Mijn farm is hier. Ik dacht eerder dat ik niet meer kon rennen, maar dat is dus wel zo. Dat doe ik zo. Pak ik dit even op en dan doe ik zo. Zo, zo. En als je alles 4x4 doet, dan kan het water er nog bij komen. Maar als je verder dan dat doet, dan ja, dat gaat gewoon niet werken. Even kijken. Ik ga dit even allemaal opvullen. Ik weet niet hoeveel mijn stack precies is, maar ja, ik vul dit gewoon. Ik maak dit even gewoon. Hoe heet dat? Ik ploeg het gewoon even. En dit doen we ook. En dan pak ik de seeds erbij. Ik pak de seeds erbij. Ik heb nog 8 seeds, maar ik laat die wel even in mijn kistje zitten. Oh, ik heb nog niet eens alles geploegd. Moet je nagaan. Ik ga dit al niet eens redden waarschijnlijk. Maar we hebben dus al heel veel seeds. Daar ben ik dus wel blij mee. Dat is namelijk wel handig om te hebben. En ik wil ook even in mijn kistje kijken. Of ik wat papier of sugarcane heb. Want dan kan ik namelijk een sugarcane farm. Oké, ik heb het alsnog gesloopt. Dan kan ik namelijk een sugarcane farm maken. En dat lijkt me ook wel handig om te hebben. Dus wat ik ga doen. Ik ga in de kistje kijken. En hier zitten inderdaad sugarcane. Waarom kan ik dit niet? Oké, kom op. Dank u wel. Het is niet heel veel, maar ja, we gaan het gewoon planten. En dan krijgen we vanzelf al meer. We gaan even hier naar de woestijn, naar het water. Want ja, je kan ze alleen maar langs het water plaatsen. Dus het is wel handig dat ik water op ga zoeken. En dan plaats ik hier van sugarcane. Hé, maar Delano, jij blijft hier vanaf, hè? Het is mijn farm. Als ik in je video's zie dat je 1 keer aan mijn farm zit, jongen, heb ik een probleem. Oh, ik heb alles al geplaatst. Oké. Goed, ik neem even wat te eten. En dat doen we zo. Zou ik dit dan ook gewoon ontploegen? Want volgens mij gaat het niet meer weg. Aangezien er water zit. Oh, dit is niet wat ik bedoel. Ga weg. Ik zei ga weg. Zo. Laat ik hier gewoon nog even wat anders plaatsen. Ik zei plaatsen, niet opeten. En
Ja, deze aflevering duurt eigenlijk al veel te lang. Ik wil eigenlijk nog alles aan mijn huisje doen en zo. Maar eigenlijk vind ik het wel weer mooi geweest. Vond je dit nou een leuke video? Doe dan een duimpje omhoog. En meneer het varken, waarom sta jij voor mijn deur? Ga jij eens even heel graag weg? Ja, ren maar weg. Vond je dit nou een leuke video? Laat nou een duimpje omhoog achter. Abonneer op mijn kanaal als je nog steeds niet geabonneerd bent. En dan zou ik zeggen, later!